van een vergadering deel te nemen, dat je in feite niet speciaal moet installeren op je toestel. Je krijgt een link toegestuurd, een mail met een link naar de vergadering. Je klikt op de link en dan kom je ook automatisch in de vergadering terecht, zonder dat er al te veel zaken moeten geïnstalleerd worden. Het werkt ook op elk toestel volgens mij die een internetconnectie heeft. Ik zie dat als een voordeel. Dat is echt complex om deel te nemen aan een meeting. Dat is het zeker niet. Dus was er zeker daar geen probleem om de patiënt in de studie te includeren. We hadden mooie meetbare letsels. De patiënt had de geïnformeerde toestemming gegeven om al dan niet te starten met de KEYNOTE-361 studie, waarbij dat de mogelijkheid was om ook immunotherapie geassocieerd aan de chemotherapie te krijgen. Waarbij dat we hem duidelijk geïnformeerd hebben dat er 1 kans op 3 was dat hij in de conventionele arm zou vallen, maar 2 kansen op 3 dat hij het innovatief product met immunotherapie.